2 oktober. Spreuken 18 vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Wat is het belangrijk wat wij spreken? Welke woorden wij over onze lippen laten komen? Want dood en leven maakt het verschil uit. Er zijn vele mensen die realiseren zich niet datgene wat zij spreken zal effect op hun leven hebben. Hoe belangrijk is het dat wij opmerkzaam zullen zijn? En welke vrucht eruit voortkomt? Ook dat is bepalend door datgene wat wij spreken. Daar zullen we een keuze in moeten maken. Wij kunnen over het leven spreken, maar we kunnen ook over de dood spreken. Als we over het leven spreken, dan zullen wij over het woord van God moeten spreken en de woorden Gods moeten uitspreken. En waar het hart dan vol van is, daar zal de mond van gaan spreken. Dat heeft Jezus gezegd. Hoe belangrijk is het daarom dat wij het woord van God opbergen in ons hart? Want als wij het woord van God opbergen in ons hart, dan zal het woord van God ook op onze lippen komen. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En als dat weer gebeurt, dan zullen wij de vrucht van dat woord dus eten, tot ons nemen. Het zal een geweldige zegen voor ons worden. Ik ken mensen die zijn zo gezegend, maar ze zijn opmerkzaam over de woorden die ze spreken. Ik ken ook mensen die hebben een triest leven. Het komt doordat ze maar alles uitspreken en negatief zijn en al die ellende over zichzelf laten komen. En daarom maak vandaag de keuze om te zeggen, ik ga het woord spreken. Dan zult u allereerst het woord van God in uw hart moeten hebben. En als het woord van God tot u wordt genomen, in uw hart wordt gelegd, geplant, dan zal dat woord ook uit uw mond komen. Dit is een belangrijke route. En als wij dit gaan volgen, dan zal de zegenstroom van God ook vandaag over u komen. Begin er vandaag mee. Stel niet uit tot morgen. Nee, begin vandaag. Ik zal opmerkzaam zijn over de woorden die ik moet spreken en dat ze uit mijn hart komen waar het woord geplant is door de Heilige Geest. Ik wens u een fijne dag toe, een gezegende dag.